Goedenavond allemaal en welkom op deze informatieavond. Mijn naam is Ineke Kemper en aan mij vanavond de eer om jullie door het programma heen te leiden. We beginnen vanavond met een korte toelichting van zowel de gemeente als iemand van het COA. En als eerste geef ik graag het woord aan burgemeester Martijn Dadema. Dankjewel. Goedenavond allemaal namens het college van burgemeesters en wethouders. Hartelijk welkom. Ik ben blij dat we zoveel mensen hier hebben vanavond, ondanks het slechte weer. Het is heel goed dat we met u in gesprek kunnen gaan. Ik ben Martijn Dadema, ik ben de burgemeester van Raalten. En ik zal een korte toelichting geven op de plannen die er zijn. Nederland en ook Europa worden geconfronteerd met een enorme instroom aan vluchtelingen op dit moment. Vele tienduizenden mensen ontvluchten huis en haard en komen ook naar Nederland toe. En om die mensen een plek te bieden, het hoofd te bieden, hebben we uitzonderlijke maatregelen nodig. En ik zie ook dat Nederlanders en ook veel Raaltenaren, de afgelopen tijd maakte dat heel erg duidelijk, veel mededogen tonen met deze vluchtelingen. Tegelijkertijd zie ik ook veel ongerustheid, ook hier in Raalte. Begrijpelijke ongerustheid. Want het zijn veel nieuwe mensen uit oorlogsgebied die een andere taal spreken, die andere gebruiken hebben, andere gewoonten. Ongerustheid over veiligheid, over integratie, ongerustheid over werk. Een dubbel gevoel. Je wilt gastvrij zijn, maar je bent ook bezorgd. En ik denk dat iedereen die compassie voelt als je die beelden op televisie ziet van die verschrikkelijke oorlogen. En ik kan me voorstellen dat deze gebeurtenissen ook vragen oproepen en tot andere zorgen leiden. En deze aanslagen maken tegelijkertijd ook duidelijk dat deze terroristen ons juist tegen elkaar willen opzetten. Ons willen verlokken tot wij-zij denken. Ons bang willen maken. En wij geloven dat we uit moeten gaan van onze eigen kracht. Onze eigen waarden als vrijheid, solidariteit en juist onze Sallandse nuchterheid en gastvrijheid en tolerantie moeten koesteren en de boventoon laten voeren. Juist nu. Ja, en dan komt het college van burgemeesters en wethouders met een voorstel richting de gemeenteraad om een maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om 950 mensen, vluchtelingen, hier op te vangen op de zeggen 7 voor 5 jaar. We leveren daarmee een bijdrage aan de humane opvang van deze vluchtelingen en het zorgt ervoor dat we kunnen stoppen op termijn als het asielzoekerscentrum er is met het slepen van mensen van de ene sporthal naar de andere sporthal, maar langdurig opvang kunnen bieden aan deze mensen. En dat is fors, 950 mensen voor 5 jaar hier in Raalte en dus begrijpelijk dat er veel vragen zijn, veel meningen over zijn en daar is juist vanavond voor bedoeld. Het is goed om met elkaar daarover in gesprek te gaan en ervoor te zorgen dat we dat gesprek goed voeren, dat er geen tweespalt ontstaat of een wedstrijdje die er gelijk heeft, maar echt met elkaar in gesprek op een respectvolle manier. Ik ben overtuigd dat we dat vanavond kunnen doen. Ik ben ook heel blij dat wij vanavond alle informatie kunnen geven die we hebben om u te informeren. Op 10 november hebben we dat bezoek genomen. Wat hebben we toen gedaan? We zijn allereerst naar de omwonenden gegaan en naar de direct aangrenzende bedrijven. Omdat wij als college vonden en vinden dat dat de groep is. We zijn vanavond ook gelukkig hier een groot deel. Die het meest hinder gaat ondervinden, misschien wel last gaat ondervinden van dat asielzoekerscentrum in de buurt. En we hebben vrijdag ook nog een gesprek gevoerd met die omwonenden en met die bedrijven op het gemeentehuis. In dezelfde soort discussie als nu, om te kijken wat de zorgen en de vragen zijn. Ook de opmerkingen mee te nemen die er zijn gemaakt. En wat vroeg het COA ons nou eigenlijk? Het COA vroeg ons een locatie voor 5 jaar, rond de 950 mensen. Liefst in een bestaand gebouw, complex en anders een terrein van 6 hectare, waarvoor 4 hectare voor bebouwing. Dus we wilden ook graag dat het in gemeentelijk eigendom was, bij een grote kern, makkelijk te ontsluiten, ook dicht bij de voorzieningen. En waarom komen we dan op de zeggen 7 terecht? We hebben gekeken, hebben we bestaande gebouwen van een omvang waar we mensen kwijt kunnen? En die hebben we niet, in ieder geval niet in gemeentelijk bezit. En we hebben dus gezocht naar een terrein wat geschikt is om die mensen te laten wonen. We vinden heel sterk dat alleen de kern Raalte groot genoeg is om een asielzoekerscentrum van die omvang te huisvesten. En die mensen gaan natuurlijk hun dagelijkse boodschappen doen en gaan ook lopen. En die rode route die op de kaart staat, dat is de route die mogelijk als wandelroute gaat fungeren voor de asielzoekers, voor de vluchtelingen. Alleen, en dat hebben we ook gediscussieerd met de bedrijven en de omwonenden, weten we dat niet zeker. En dat is ook echt een punt waar we nog over na moeten denken in de verdere uitwerking. Waarom kwamen we hier nou terecht? We wilden
ook rekening houden met de andere bedrijven. Dus de kaveluitgifte van de Zeggen 7 moest worden gegarandeerd. Dit is het laatste deel van het industrieterrein, het bedrijventerrein, wat we konden uitbreiden. Dus daarom komen we daarop terug. We sluiten aan bij wat we hadden afgesproken in het bestemmingsplan voor dit gebied. En we moeten bepaalde afstanden houden tot de bedrijven, zowel aan de noordkant als de agrarische bedrijven. Dat is wat we op dit moment voor hebben liggen. Daarover gaat de gemeenteraad op 7 december een besluit nemen. Willen we 950 mensen voor 5 jaar op die plek? Die 3 besluiten. Op 25 november houdt de gemeenteraad de zogenaamde raadspleinsessie. Daar kan men inspreken, daar kunt u inspreken om uw mening te geven. En vervolgens op 7 december neemt de gemeenteraad een besluit over dit voorstel. Ik wil eigenlijk eerst het woord geven aan een vertegenwoordiger van het COA. Mijn naam is Jeannette Helder, lid van het bestuur van het COA. En ik heb de portefeuille uitvoering. Dat betekent de opvang in Nederland. In tijden van een wat wij normale instroom noemen, dat is zo'n 300, 400 vluchtelingen per week, komen mensen aan in Ter Apel. En daar gaan ze door een, zoals wij het noemen, proces heen. Mensen worden geïdentificeerd door de vreemdelingenpolitie. Ze geven hun vingerafdrukken. Er wordt in alle systemen van Europa en daarbuiten gekeken of iemand misschien gezocht wordt of iets op zijn kerfstok heeft. Daarna gaan mensen naar een TBC-controle en een medische check. En als dat gebeurd is, dan kunnen mensen de procedure in. En die procedure behelst diepgaande gesprekken bij de IND. En die diepgaande gesprekken die zijn bedoeld om te kijken of iemand werkelijk vluchteling is. Want, dat weet u natuurlijk ook allemaal, als je alleen maar naar Nederland bent gekomen omdat je denkt dat je hier geld kunt verdienen, dan val je niet onder de definitie van vluchteling. En dat betekent dat je geen verblijfsvergunning krijgt. Op het moment dat je, zoals de IND dat noemt, een vluchtverhaal hebt waaruit duidelijk blijkt dat je het heel moeilijk hebt gehad in je land van herkomst, dan val je onder de definitie van vluchteling en krijg je een verblijfsvergunning. En u ziet ook allemaal de beelden van Syrië. En dan kunt u zich voorstellen dat nou toch zo'n 80% van de Syriërs die naar Nederland komen een verblijfsvergunning krijgen. En die verblijfsvergunning is geldig voor 5 jaar. Dat hebben we zo met elkaar afgesproken in Nederland, omdat na 5 jaar weer gekeken wordt, is het veilig in een land? Want als het veilig in een land is, dan worden mensen geacht weer terug te gaan. Dat is de normale situatie. En op dit moment is de instroom heel erg hoog. Dat betekent geen 300 of 400 per week, maar een paar weken geleden 4000 per week. Dus dat is enorm. En het betekent dat wij met onze AZC's niet voldoende opvang kunnen bieden. En dat is ook de reden waarom we heel veel mensen onderbrengen in sporthallen, in vakantieparken. En dat noemen we noodopvang. We hebben regels, uiteraard hebben wij regels. Op het moment dat iemand een AZC binnenkomt, dan krijgt hij, zo noemen wij dat, een rechten- en plichtengesprek. Dan vertellen wij, dit zijn de regels die gelden in een AZC. Dit zijn overigens ook de regels die in Nederland gelden. En daar word je als bewoner geacht je handtekening onder te zetten. Nou, dat doet iedereen, want dat wil iedereen natuurlijk graag. Maar er gaat natuurlijk ook wel eens iets mis. En op het moment dat er iets misgaat, hebben we verschillende mogelijkheden om mensen aan te spreken. Dat gaat door middel van gesprekken, dat gaat ook door middel van simpelweg straffen. En mocht er iets strafrechtelijks aan de hand zijn, dan hebben we natuurlijk de politie die we inschakelen. En dat we zeggen, we doen aangifte, want er is iets gebeurd wat echt niet door de beugel kan. Nou, ik zoom hier even op in, omdat veiligheid, en hoe gaat dat nou bij asielzoekerscentra, omdat dat vaak nogal een vraag is. Als het gaat om de contacten met de omgeving, zie je dat als een asielzoekerscentrum eenmaal ergens is, dat die contacten ook snel tot stand komen. Ik zei het al, we hebben heel veel behoefte aan vrijwilligers uit de omgeving. En we vinden het ook belangrijk dat onze bewoners zich zo gedragen in een gemeenschap, dat u zegt, dat iedereen zegt, nou, dat gaat eigenlijk best goed. Daar willen we hard aan werken. En daar hebben we u ook bij nodig. Dat betekent bijvoorbeeld dat we overal waar we starten met een asielzoekerscentrum, onmiddellijk, meestal al voordat we opengaan, een omwonende commissie starten. En soms heet die klankbordgroep, een andere keer heet die werkgroep. Maar we vinden het heel prettig als er mensen uit de omgeving zijn die zeggen, ik wil meepraten over
hoe het gaat met het asielproces. En dan kan het zijn dat er wel eens klachten zijn. En dan kan het ook zijn dat mensen in de bewonerscommissie zeggen, nou, we willen graag dat jullie een open dag gaan houden, want ik krijg veel vragen uit mijn omgeving, van buren bijvoorbeeld. Volgens mij is het belangrijk dat jullie een open dag houden. Dat soort dingen komen in een bewonerscommissie aan de orde. Maar het kan ook gaan over verkeersveiligheid of over vragen die er leven. En wat dat betreft zijn we een open organisatie. Ook op een AZC kun je binnenlopen, dan moet je altijd melden. Iedereen moet zich melden bij de receptie. Maar je kunt altijd binnenlopen en zeggen, ik kom even met een medewerker overleggen of ik kom op koffie. Dat willen we graag, die openheid over en weer. Bij een asielzoekerscentrum van deze omvang werken er ongeveer bijna 40, 38 mensen op dat asielzoekerscentrum. Daar zit ook bijvoorbeeld beveiliging altijd bij. Standaard drie beveiligers die daar permanent werken. Ook een heleboel professionele ondersteuning, zoals mevrouw Helder net zei. En een heel belangrijk punt waar we ook in de uitwerking naar gaan kijken is, hoe kunnen bijvoorbeeld mensen uit deze omgeving daar werken? Maar ook kunnen lokale bedrijven meedoen met het bevoorraden van een AZC, het afgeven van diensten. We voorstellen, de mensen die daar wonen moeten hun eigen potje kopen, moeten hun eigen kleren kopen. Dus die komen ook allemaal naar het centrum, dus we zijn ook al in gesprek met bijvoorbeeld de ROV naar de toekomst toe. Van, gaat dat op een goede manier? Wat voor diensten moeten naar het asielzoekerscentrum om ook daar zoveel mogelijk bedrijven uit deze omgeving aan te kunnen koppelen? Natuurlijk binnen de regels die er zijn, maar daar zijn zeker mogelijkheden voor. Misschien nog één toevoeging, want die vraag is ook al heel vaker gesteld in andere momenten, is die mensen stromen uiteindelijk uit naar een huis. En dat is het hele idee. Maar dat huis kan overal in Nederland staan in principe. Dus het staat niet automatisch hier in Raalte. Dat is, ik weet niet of het totaal willekeurig is, maar dat kan overal zijn. En wat je dus nu ook ziet is dat veel gemeentes bezig zijn om extra huizen te creëren. Zodat die mensen die die status hebben ook die AZC's uit kunnen gaan. Waardoor er weer nieuwe plekken zijn voor de mensen die in de sporthallen wonen. Om het even zo te zeggen. Nou, onlangs zijn er... Er zitten 500 asielzoekers in IJsselhallen in Zwolle die gehoord zijn. Mensen zijn allemaal in afwachting van een status. Nou is mijn vraag eigenlijk, hoe anticipeert de COA en de gemeente op mogelijke handhavingskwesties en IS-signalen die daaruit voortvloeien? Is een COA of is een gemeente daar wel van op de hoogte? Tot nu toe merken we dat we, als het gaat om de identificatie en de registratie, goed kijken wie komen er binnen, wie is dit. Dat geldt trouwens ook voor gezondheid. Hè? Hoe heeft iemand TBC? Dat moet je natuurlijk niet hebben. En voor een aantal andere ziekten geldt dat ook. Maar als je goed kijkt, dan is dat wat je kan doen. En wat we tot nu toe zien, is dat we... soms met mensen binnenkrijgen die in het land van herkomst iets hebben gedaan, soms in een ander land iets hebben gedaan, en die eruit gepikt worden. En ja, dat snapt u ook. Dan wordt het wel heel ingewikkeld om in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen, als je iets hebt gedaan op Europol. Tegelijkertijd kunnen we natuurlijk in Nederland niet zeggen, wij zijn gevrijwaard van alle slechte invloeden van buitenaf. Dus ik kan niet met de hand op het hart zeggen dat er nooit iemand binnenkomt en die slechte bedoelingen heeft en die we er onmiddellijk uitpikken. We hebben net de voorlichtingsavond gehad van het vluchtelingenwerk. Wat is uw eerste indruk? Nou, ik vond het een hele bijzondere avond. Veel mensen zijn gekomen, de zaal was vol. Meer dan 350 mensen die hun mening wilden geven over het nieuwe asielzoekerscentrum wat hier mogelijk gaat komen. Ik vond het heel fijn dat het zo respectvol ging en dat iedereen echt de gelegenheid had om zijn zorgen te uiten en vragen te stellen. Als we het besluit hebben genomen in december, dan gaan we nog een heel traject in om de zaken uit te werken. Hoe gaat de veiligheid eruit zien? Hoe gaat de inrichting eruit zien? De zorg. En dat gaan we ook doen met omwonenden en bedrijven. En dan hopen we in mei een definitief besluit te kunnen nemen. Wat vond u vanavond? Nou, ik vond het een goed voorbereide avond. De burgemeester en de mevrouw van het COA die wist precies welke vragen ze kon verwachten. Dus het meeste gras hadden ze al voor de vragenstellers weggehaald. En je herkende gewoon de nuchtere cultuur hier in Raalte, Salland. Er waren een paar kritische vragen. Ik vond het bijzonder dat je één vraag niet gesteld werd. Hoe zit het nou met die financiën? Maar vanavond was het hart en emotie het belangrijkste. Ja. En er waren goede vragen bij en ook hele goede antwoorden. Dank u wel.